Hallo, goeie avond mensen. Fijn dat jullie er weer zijn. Je is aangebroken bij je bijcentrum. Verder met schelpen, verven en omgevallen boom. Door dat beestje aangevreten was en die boom heb je niet tegen kunt. Dus omgevallen. Dit is best jammer. Die boom is gevallen dus. Maar ik daar geen zorgen. Vandaag ben ik net klaar met werken. En nu gaan we weer. Fris en fruitig. Even in slaap kunnen vallen. Maar dan niet helemaal. Vandaag wordt het dan. Bij een spel aan de beurt. Ik denk ik jullie, denk ik, heel trots op jullie zijn. Die zo heel amnees heb. Zoveel ik heb. Hartelijk dank daarvoor. Ik hoop dat ik genomineerd kan worden. En bij je een jeugdjournaal kan komen. Dus hartelijk dank daarvoor. Ik hoop het. In de boven de 1000 amenees kunt krijgen. Om jullie erbij te helpen, hartelijk bedankt. Ik hoop het in de boven de 1000 amenees kunt krijgen. En echt genomineerd wordt. Ik hoop het zelf ook. En nu gaan we over de kaartjes hebben, zeg maar. Oh, er zijn ook zoveel kaartjes. Ik stop deze dingen. Oké, okay, jullie vertellen en aan opdrachten geven. Die denk ik jullie wel echt wil doen. Als ik deze opdrachten vertel. En dan gaat dan naar buiten. Niet in deze tijd. Met corona, met z'n allen. Dat ga je niet doen. Even je familie. Ga je naar buiten en tel het bijen. Tellen. Dat is heel belangrijk. Bijen tellen. Dus dan weten wij hoeveel bijensoorten zijn. Echt. Ik hoop het juist getallen bij elke bij hoort. Ik hoop het dat jullie zo voor elkaar krijgt. Het is het leukste van de bijentelling. Ik denk ik ook met de kaartjes te maken hebben. En daarom heb ik deze kaartjes laten zien. Wat doet de bijen? Nou, ik hoop het. Jullie het leuk vinden. Die spelletje. Ik hoop het. Ik denk ik in de eerste kaart kan vertellen. Die eerste kaart mag. Ik eerst aan jullie kijkers laten zien. En daarom ga ik over vragen stellen. Over de bijen. Ik hoop dat jullie weten welke bijen zijn. Eerste kaartje ga ik nu laten zien. Ja, dat is hem. En ga ik daarover vertellen. Dan komt eraan. Daar. In. Mag. Os. Vorm. Van. Actrief. Er. Lijf. Kort en dik. Facetten. 800. Kleine oogjes. Aantal per vonk. 0A1 500.
levensduur drie maanden. Leef per i op de van april tot augustus. Geslacht mannelijk. Angel afwezig kan niet stekken. Stikken. Dit is deze eerste kaart die ik laat zien. Dit is deze eerste kaart. Nu gaan wij de paal doen. 6D. Pauwen. Taken van huis bij. Wie? Vraagteken. Huis bijen met actieve vastklieren. Wanneer, vraagteken, tussen de 3 en 18e levensdag. Wat? Wasklieren maken wasplaatjes. 1. Wasplaatjes. Kon enden met monden de elen raten bouwen. Waarom? Was raten zijn nodig als opslagplaats voor honing en stuifmeel. Nestplaats voor het brood. Twee voor broeden. Dan was ik de tweede kaart. Dan wordt er nog de derde kaart nog. Drie A. Uit bij dich aan Tommy lichaamsdeel waar mond de delen kop 2 voelsprieten, kop, acht, ogen, kop, 4, 2 paar, vlieg, zeg, vleugels, borst, uk. 5. 3 paar geleden poten. Borststuk. 6. Ter. Zee. Opening. Ak. Actief lijf. 7. Angel. Dicht lijf. 5. En dan is de derde kaart. Die je nu gaat het laatste. Ja, even roffel.
naast de kaart. Ik ga eerst laten zien. Kun je jullie omhouden? Gaan we nu aftellen naar 3 naar 1. 3, 2, 1. Omhoud je in je hoofd. Elf B. Eerste broed. Voor zwermen. Per jotte bloeitijd van wilgenkaartjes maden. Februari, maart. Koning legt steeds meer eitjes. Winterbijen verzorgen het eerste brood, verzamelen nectar en veel stuifmeel. De winterbijen beginnen te sterven. Zomerbijen. De eerste zomerbijen worden geboren. Vonk groeit langzaam aan. De laatste, vierde kaart. Heb je omhouden? Dit is deze kaart. Als je dit omhouden hebt, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bijenspel. Ik hoop dat jullie in volgende YouTube kanaal. En vergeet je niet in te abonneren. En te liken. Te liken doe je daar. En de abonneren die je als het niet genoeg hebben. Als je wil, nog meer reactie wilt. Zeg dan in de comments. En ga naar mijn YouTube kanaal. jongetantekliplea.com. En ik zie jullie. Heel fijne avond. En welterusten alvast.